Bijna, hij is bijna af, maar mooi. Mag ik wel zo open doen? Nee, we moeten goeie. Het is een doos. Open. Open. Oh, vet jongen. Een dino. Oh, zo'n ding. Zo'n ding heb ik... Oh, dat is echt leuk. Ja, zo'n ding heb ik thuis ook. Moest ik deze dino opgraven, volgens mij. Nou, dit is... Heel leuk. Dit is... D.R. Steve Hunters. En ja, het gaat over dino's en alles wat met dino's te maken heeft, vinden wij leuk. Ja. En we gaan het nu openmaken. Maar kijk, hier kunnen we ook fossielen maken met... Ja. Dat soort dingen. Ja. We hebben hier verschillende setjes. Dingen in klein. Ja, dat moet je met gips maken. En nog voor echte fossielen. Die zaten er ook bij. En we hebben zo'n ding dat je dan moet uithakken met deze. En glow in the dark dino. Die je nog aan moet zetten. En dit is een gewone dino. Ja, die je moet verven met deze. Nee. Achter het boekje staat welke fossielen je kan verzamelen. En wij hebben... 12 seconds later. Dat is de Ceratolama. En we hebben de Coral. Ammonitia. We hebben al een paar dingetjes in elkaar gezet. Zoals deze. En Glow in the Dark Dino. Deze. Primer gaat deze twee doen. Met mijn hamer. Ja, en ik ga deze twee doen. De dino verven en fossielen maken. En ik had er wel wat water bij gedaan. En nu ga ik poeder erbij doen. Kijk, ik heb deze nu al allemaal gemaakt. Nu ga ik de laatste maken. En daarna ga ik aan de dino doen. Ik heb ook deze allemaal al gevonden. En ik heb het al, zoals je ziet, een beetje door midden gebroken. En... Ja, nu zit er nog maar twee en dan ben ik volgens mij helemaal klaar. Ik heb hem bijna. Ik heb hem. 20 minutes later. Hoe gaat het bij jou? Goed. 2 hours later. Robin heeft hem geverfd. Bijna, hij is bijna af. Maar mooi, kut. En mijn is ook bijna af. Ik moet hem alleen nog in de pootjes zetten. En dat ga ik nu doen. En de fossielen staan, mijn fossielen staan in de vensterbank. En nou buiten, om op te drogen. Dat gaat lekker snel. Ik vond het echt super leuk. Ik vond het ook leuk dat je... Het hier echt nog opgraven. En dat er dan uit zo'n klein steentje zo'n grote dino kwam. En ik vond het ook leuk om deze te maken. En ik hoop dat jij dat ook leuk vond. Ja, kijk. Ik ga nu nog twee gipsdingen eruit halen die ik er nog niet uit heb gehaald. Dit is eigenlijk deze. Dat is een waterdino. Ja, dit is een waterdino die dood is. En nu deze. Deze vond ik het allercoolst, want dit is een soort... item, maar dan een dino dan. Ik vond deze ook leuk om te maken. En ja, hij ziet er best wel cool uit.